Pasgetrouwde stellen worden vanavond in Lief en Leed aan een relatietest onderworpen. Hoe goed kennen ze elkaar en zijn ze in staat de valkuilen van het huwelijk te omzeilen? U hoort het na de reclame. Haat, liefde, lust, ontrouw, seks en jaloezie. Liefde Bedrijvend Nederland geeft zich bloot in Lief en Leed. Hier is Mylène de la Haye. Eén op de drie huwelijken eindigt in echtscheiding. En meestal al na 4 jaar. Toch blijven geliefden in dat immer wiebelende bootje stappen. Onbevreesd voor de kolkende wateren die ze tegemoet varen. In de studio vanavond 3 dappere stellen die ervoor gaan en zelfs de uitdaging van de lief en leed relatietest aandurven. Hebben zij goede afspraken gemaakt? Zijn ze bestand tegen aanvallen van jaloezie, overspel, vuile sokken en lonkende aanbiedingen op het carrièrevlak? Oftewel, de valkuilen van het huwelijk. We zullen het snel weten en hier zijn de kandidaten van vanavond. Esther en Fred. Te beginnen met Esther. Ze is 20 lentes jong en verwacht haar 2e kindje. Haar man Fred verdient de kost als bakker. Ze zijn stapelgek op elkaar, gaan voor het huisje, boompje, beestje ideaal en vinden dat daar niets mis mee is. En dan Maureen en Arjan. Maureen is pas 22 jaar en heeft 2 kinderen uit eerdere relaties. Zij ontmoetten Arjan 7 maanden geleden op de huishoudbeurs. Woonde binnen 2 weken met hem samen en is nu zwanger van zijn kind. Arjan is 25 jaar, Maureen is de liefde van zijn leven. Als zij in juni gaan trouwen, laat hij haar naam levensgroot op zijn arm tatoeëren. Welkom. En dan een haat-liefdeverhouding van het zuiverste water. Katja is 23 jaar, ze werkte als prostituee in een club en André was haar klant. Ze werden verliefd op elkaar. Katja stapte uit het leven en ze trouwde binnen 1,5 maand na hun kennismaking. Dat heeft André geweten. Want hoewel beide volhouden bij elkaar te blijven tot de dood hen scheidt, hebben ze bijna de hele dag door ruzie. Eigenlijk is het een wonder dat ze hier zitten. Een applaus daarvoor. Esther, jij was 18 jaar toen je zwanger raakte van je eerste kind, hè? Ja, klopt. Hoe lang kende je Freddy toen? Ongeveer 14 maanden kennen wij elkaar, toen ik zwanger raakte. Yes. Was het een bewuste keuze? Nou, laten we het erop houden dat ze wel gewenst was. Ja. Hoe reageerde jouw omgeving op jouw snelle besluit om te trouwen? Nou, wel gemengd. Zeiden ook van ja, waarom ga je zo jong trouwen? Maar ik vind gewoon, als je... Ja, jong mensen die gaan ook samenwonen en ik vind dat eigenlijk hetzelfde als trouwen. Alleen als je gaat trouwen, dan haal je papiertje bij de gemeente en meer is het eigenlijk niet. Mm. Dus maar hoe reageerden je ouders bijvoorbeeld, je moeder? Nou, in het begin was ze wel van, ga je nou al trouwen? Maar nou, vind ze hartstikke leuk. Ze ook hartstikke trots, dus. Ja. En waar viel je bij Freddy? Fred? Ik zeg heel onherbiedig Freddy. Nou, geeft niks. Wat vond je het leukste aan hem? Een beetje alles eigenlijk wel, ja. Ja, ik weet niet, zijn blik en ja, alles. Fred, toen jij hoorde dat Esther zwanger was, wat was je eerste reactie? Ja, leuk. Ja, ik sprak tegen te zijn. Maar je had niet het gevoel van, nou, misschien een beetje snel? Dat had je niet? Nee, want ja, ik was toch van plan om met haar te gaan trouwen, dus ja, een kindje bij komen, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Dat is niet erg. Niet erg. En je vrienden om je heen? Nou, ik heb niet zoveel vrienden meer, want ja, ik heb niet veel vrienden meer, want vroeger, ja, ik ben vroeger uit huis gegaan en ze gaan zelf wijn gaan wonen, zeg maar. Ja, laat de vrienden je vallen en dan, ja. Hebben ze je laten vallen? Ja, dat vind ik wel. Waarom? Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed, dus, Heb je dat nooit afgevraagd? Nee. Esther, waarom denk jij dat? Nou,
ik zat dus nog op school toen ik zwanger was. Ja. En ja, al mijn vriendinnen die zijn gaan studeren en ik was dan gaan trouwen. Ik bleef altijd thuis. Mijn vriendinnen gingen stappen en dan ga ik niet mee, want dat, ik heb die kleine thuis nog. Ja. En ja, op een bepaalde manier begrijpen ze dat ook niet van, moet je nou wel weer thuis zitten? Ja. En ja, daar raak je best wel veel vrienden door kwijt. Maar je hebt ook nieuwe vrienden weer, van die wel kleine kinderen hebben of die wel getrouwd zijn. Dus. Vind je dat niet vreemd dat ze je daarom niet meer... Ze kunnen toch bij jou langskomen? Ja, ja, ik wil ook wel bij hun langskomen, daar niet van. Maar ja, je vervreemdt van elkaar omdat je gewoon een heel ander leven hebt. Mis je dat? Ja, best wel. Ja. Maar zou je dan niet... Je kan toch een babysitter huren? Ja, maar ik vind gewoon zo, je bent getrouwd en je hebt kinderen en dan kan je niet elk weekend gaan stappen. Dat zie ik niet zo zitten. Nee. Wat is jouw levensdroom? Toen jij 13 jaar was, hè, dan zit je altijd te bedenken van, nou, wat wil ik later worden? Wat wil jij later worden? Ik wilde altijd stewardess worden. Nou, dat wordt een probleem, hè? Ja, nou, dat zou ik ook niet meer willen nou, denk ik. Nee. Waarom wou je dat? Ik weet niet veel van de wereld zien. Ja, achteraf blijkt het dan niet zo echt te zijn dat je veel van de wereld ziet, maar veel mensenkennis en of mensen leren kennen eigenlijk. Ja. Lijkt me hartstikke leuk. Ja. Maar toch ben je gelukkig nu, maar er staat wel haaks op je droom, hè, wat je nu dan doet. Nou, een droom. Ja, je denkt er niet bij na echt, als je jong bent, van nou, gelijk kinderen of zo. Ja. De verwachting is toch altijd eerst van, nou, eerst carrière maken en dan na een tijdje pas gaan trouwen. Ja. Dat is eigenlijk wel het prototype misschien wat mensen... Wat de meeste mensen doen. Ja, juist. Dus dan wordt van je verwacht dat je dat ook gaat doen. En daar ga je ook denk ik naar denken. En wat is daarop tegen? Niks. Ja, ik vind niks op tegen. Ze moeten je wel je waarde laten, vind ik. Veel mensen zeggen van, oh, weet je wel, al zo jong getrouwd en zo jong kinderen, kan nooit goed gaan, maar het kan wel goed gaan. En, jij hebt daar alle vertrouwen in dat het goed gaat? Ja, zeker weten. Fred, als jij hoort, Esther had eigenlijk stewardess willen worden, wat denk je dan? Ja, het is de eigen keuze natuurlijk. Ik werk al. En, ja, ik werkte best wel veel. En zij wilde toch stewardess worden, als ze dat gewild had, dan moest ze het zelf weten. Hè? Maar ja, ze wilde dan met mij samen gaan trouwen en toen kwam de kleine en dan ga je samen verder. En, je kiest gewoon een ander pad. Ja. Dat gaf vanzelf eigenlijk, hè? Ja. Dat gaf vanzelf. Het is niet van dat je kiest, hè? Dat groeit gewoon samen, vind ik. Dus, dat groeit ook wel, denk ik, zo. Ja. Als je eenmaal zegt van, nou, we gaan samen wonen of we gaan trouwen. Dan komt er een kleine en dan gaat er gewoon vanzelf. Dat je van, nou... Dan neemt de natuur over of zo, je hormoontjes. Ja, ik denk het wel. Ja. Maureen, jij hebt 2 kinderen uit vorige relaties. Ja. Wat ging er mis met die vorige relaties? Ja, wat ging er goed? Wat ging er goed met die vorige relaties? Nou, niks. Niks. Hé? Nee, vertel eens, wat waren dat voor typjes? Ja, wat moet je zeggen? Gewoon vrije vogels, ze willen alles doen en dan, hun zijn vrij en jij bent getrouwd in hun ogen, dus hun mogen alles doen en jij mag niks. En dat gaat niet. Ja, dat gaat even. Macho mannetjes? Best wel, misschien. Maar je hebt wel nog vertrouwen in het huwelijk, hè? Want je gaat binnenkort met jouw Arjan trouwen. Ja. En je bent zwanger van een kindje van hem. Ook. Bewuste keuze? Ja, veel geoefend. Ja? Hoe vaak hebben jullie nou geoefend voordat het gelukt was? Arjan, hallo. Veel geoefend? Hallo. Helemaal suf geoefend. Ja hoor. Ja. Veel te lang geduurd. Hey, wie hebben jullie de broek aan, jongens? Nou, dat is nog steeds een strijd. Daar was ik het niet helemaal mee eens. Arjan denkt dat hij de broek aan heeft. Niks denken is. Daar zijn we nog niet over uit. Jullie zitten nog in onderhandelingsfase of zo? Ja, dat denkt Maureen maar. Oké. Als hij niet thuis is, dan heb ik de broek aan. Ja, dat is makkelijk. Ja, zo hoort het toch ook, ja. Zou de honden de baas zijn, dat zou ook niet best zijn. Ja, of de kinderen. Ja. Gaat dat steeds hoor, dat gekibbel? Ja, heel de dag door. Nou, dat is heel normaal hoor ik, want de buurman heeft er ook last van, had ik net al. Ja, dat is een haat-liefdesverhouding. Ja, die gaan goed. Maureen, waar droomde jij van toen je 13 was? Rijke vent zoeken. Dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel. Wat zijn dat voor idealen?
Nou, ik zat wel met een stuk of 5 vriendinnen en werken. Als we nou gewoon ergens een club in duiken en een oude vent die bijna doodgaat met veel geld zoeken. Ja, een lekker type hier. Iemand boven de 60 met geld in het publiek? Hoi! Hey. Nee, jammer Maureen, gaat niet door. Ja, nou ja, het is wel de waarheid. Maar heb je voor jezelf ooit een carrière gezien? Ja, ik wou altijd graag een auto sleutelen. Auto's sleutelen? Ik heb 2 linkerhanden en ik maak meer kapot dan ik maak. Oh, domme. Hey, waarom ben je gevallen bij Arjan? Nou, wat is zijn leukste eigenschap? Laat ik het zo vragen. Wat is zijn leukste eigenschap? Alles? Allerleukste. De allerleukste? Ja, dat hij gewoon heel lief is. Dat hij er gewoon altijd voor je is. Ze moest wel lang nadenken, Arjan. Dat vond ik ook. Arjan, hoe vind je dat ze al 2 kindjes heeft uit vorige relaties? Geen probleem. Jij accepteert haar verleden. Waarom ben je bij haar gevallen? Nou, een kanje van een uitstraling gewoon. Ik zag haar staan op die bus en we werkten daar allebei. Ja. Ik had tegen mijn maatje van, hey, moet daar eens kijken aan de overkant. En ik had toen half om half een andere relatie. En maar toen ik er wegging had ik de telefoonnummer gevraagd en Thomas vaak gaan bellen en het andere meisje maar gezegd van laat maar stoppen en voor haar gekozen, want dat is een kanje van een meid gewoon. Liefde op het eerste gezicht. Ja, ik was gelijk verkocht. Ja. Ja. En waarom dat huwelijk? Waarom is dat belangrijk voor jullie? Ik had eigenlijk al, toen ik haar dus, we zijn met 2 weken gaan samenwonen, had ik al zoiets van, dat voelde zo goed aan, net of elkaar al jaren kon gewoon. Laten we even wat dieper ingaan. Wij geloven ook een beetje in reïncarnatie of zo. En ik denk ook dat ik haar uit een ander leven misschien ken of zo. Maar gewoon sommige dingen zijn zo raar en zo. Hoe kan je dat nou weten? Ja. Hoe kan je nou dat aanvoelen en zo? Dan zit ik in de auto en dan denk ik aan iets, dan bel ik erop. En dan zit ze dus aan hetzelfde te denken. Want dan kom ik thuis en dan vertel ik iets. En dan heeft ze het dus ook net met iemand anders erover gehad. Jullie hebben echt radar love. Dat is echt... Line in the sky hebben jullie. En toen ik haar zag staan. Het is om te beginnen een vreselijk lekker ding. En helemaal niet op de bekkie gevallen. En die komen voor de zaakjes op. Ik maak me nergens zorgen over. Maar jij verdient de centjes, hè, nu? Ja. Goed. Ja, zij doet huishouden. Goed geregeld, toch? Ja, nee. Nou, het gaat goed met die emancipatie. Katja, jij was prostituee en André was een klant van jou, hè? En dan heb ik altijd gedacht dat prostituees, dat die niet te versieren zijn. Ja, maar het was wat was zijn geheime wapen? Ja, maar het was ook niet precies zo. Dat was eigenlijk een klant van een collega van mij. Oh. Ja. Oh ja. Scheelt dat, als het wel jouw eerste klant was geweest, wat dan? Was het anders geweest? Dan was het heel anders geweest, ja. Omdat, ik heb toen die tijd ook achter de bar en voor de bar gewerkt. Ja. Dus 2 baan. Ja. En ik leerde hem dus op een heel andere manier kennen. Want toen die tijd, als hij altijd kwam, stond ik achter de bar. Ja. Dus ja, als ik hem als mijn eigen klant had gehad, dan denk ik niet dat het wat was geworden. Nee, hè? Nee. Gaat dat niet? Kan je niet verliefd worden op een klant? Nee, eigenlijk niet. Dat is een verkeerd begin. Ja, je kijkt anders tegenaan. Ga ik vanuit. Jullie zijn 1,5 maand na kennismaking getrouwd. Waarom zo snel? Ja, eigenlijk was het André zijn schuld, want die wou eigenlijk zo graag. André, de bal gaat naar jou. André, jij wou zo snel. Waarom wou jij zo snel? Ja, ik wil zeker weten dat ze niet meer weggaat. Zekerheid. Zekerheid, ja. Zekerheid. En ik hou ontzettend veel van haar, dus dat ook. Maar is het huwelijk een garantie dat ze niet weggaan? Stel dat jullie niet getrouwd zouden zijn. Als je niet getrouwd bent, heb je je pakt de koffers en je bent weg. Maar dat kan toch ook als je wel getrouwd bent? Ja, dan zit er nasleep, maar van je zult toch nou even naar een advocaatje heen moeten. Ja. En die tijd kun je toch weer bij elkaar komen. Ja. Katja, uit zijn antwoord begrijp ik, jij bent gevangen. Nee. Ja, nee. Voel jij jou gevangen? Nee, niet echt, nee. Nee? Dus eigenlijk meer zo, ja, wat hij net zegt, daar had hij wel gelijk mee. Want je stapt niet zo snel uit een huwelijk dan uit een relatie. Mm-hmm. Ik denk, als we niet getrouwd geweest waren tot nu aan toe, dan waren we best wel uit elkaar geweest, ja. Jullie hebben een haat-liefde verhouding, hè? Hoe vaak hebben jullie ruzie per dag? Nou, niet per dag. Soms de hele dag niet en soms gaat het de hele dag dus door. Nou, ja. En waarover gaan die ruzies meestal? Het kan heel domme ding zijn, maar meestal is het toch vorige relaties of dingen die we elkaar verteld hebben. En er is toch heel veel gebeurd waar heel veel vertrouwen stuk aan gegaan is.
En je bent het aan het opbouwen en die andere die doet weer iets. Ja. Eigenlijk niet, ja, waar jij dan wantrouwig wordt. En dan krijgen we automatisch weer ruzie. Maar is er geen vertrouwen tussen jullie? Nog? Nou, dat is door die tijd wel geschaad, ja. Het vertrouwen is er wel, maar... Tot een bepaalde hoogte. Tot een bepaalde hoogte, ja. Het is eigenlijk meer wantrouwen dan vertrouwen, maar we zijn er aan het werken, ja. Ja. Goed, we gaan even we gaan zo even verder praten. We hebben onze tortelduifjes nu een tijdje leren kennen. En dan gaan we nu naar de gevreesde lief en leed relatietest toe. Voordat de opnames begonnen, hebben onze stellen afzonderlijk van elkaar een aantal vragen beantwoord. Ze hebben daarna geen overleg meer gehad. En dan gaan we nu kijken of hun antwoorden overeenkomen. Dus het wordt heel spannend, hè? Goed. Vraag nummer 1. Zij heeft heel lang een tv-serie gevolgd. De laatste aflevering wordt tegelijkertijd uitgezonden met de finale Ajax-Feyenoord. Jullie hebben maar 1 tv. Mag zij die laatste aflevering zien? Ja of nee? Fred, zij mag die niet zien. Nee. En zij denkt dat zij die wel mag zien. Nee. Nee, we hebben een video en... Ja, nee, dat is makkelijk, hè? Ja. Maar ik werk altijd veel, s'nachts en s'avonds kan ik nooit televisie kijken, nooit. Maar als ik een keertje vrij ben en ik kan naar die voetbalwedstrijd kijken, dan kijk ik naar die voetbalwedstrijd. Dus ja. En Esther, maar jij dacht ik mag die laatste aflevering zien? Nou, ik vond een beetje zo van, een beetje een rare vraag eigenlijk. Want... Belachelijke vraag, heb je gelijk. Wie bedenkt zoiets? Nee, want het gaat niet om van ik moet dit zien of ik moet dat zien, maar dan ga je gewoon overleggen. En we hebben inderdaad een video. Nou, dan kijkt hij denk ik naar voetbal en ik neem het op en dan kijk ik het een andere keertje wel of andersom. En de andere heren, die dames, die mogen gewoon die aflevering zien. Jullie... Ja, vind voetbal niks aan. Je houdt niet van voetbal, en Arjan? We hebben 2 tv's. Ja, maar het is een stel dat, hè, Brian? Ja, nee, nou, ik vind voetbal ook niks aan, dus laat maar lekker. En het is niet zo dat ze de broek aan hebben? Nee hoor, ik heb het al lang opgegeven, de strijd om goede tijden, slechte tijden, dat soort gedoe. Die verlies ik toch, wat dat betreft. Echt waar? Ja, heb je er wel strijd over gehad? Ja, omdat ik word er verveend van als ik thuis kom bij mijn werk en er staat goede tijden, slechte tijden, Santa Barbara, onderweg naar morgen of weet ik voor wat al. Nou, kijk je naar al die dingen? Nee, Esther wil turns. Die moet. Sorry, nou, die was ik dan even vergeten. Sorry, hoor. Alleen Esther Walters. Ja. Die moet, maar hij zegt zelf altijd, en waar is Arnie en Linda? Daar gaat hij alles zitten. Oh. Dan belt hij met de autotelefoon om 8 uur. Wat is er allemaal gebeurd? Alleen om te zieken. En bij jullie, hoe is daar het tv-beleid, André? Slecht. Katja, slecht. Is daar strijd over? Nou, dat begint, er is strijd over. Want strijd over? Ik heb de afstandsbediening. Oké, ik hoef niet te vragen wie jullie de broek aan heeft. Jij hebt de afstandsbediening. Ja. Jij kan alleen kijken met dat apparaatje in je hand. Ja, ik vraag soms wel even wanneer een journaal opkomt of zoiets, maar voor de rest... Dan gris je hem snel weer terug. Ja. Nee, jij zet het journaal op en dan geef je mij de afstandsbediening. Totdat het journaal is afgelopen en dan pak je hem weer terug. Ja. Goed, we gaan door. Jullie zitten samen in een kroeg. Zij ontmoet daar een man die haar aanbiedt om het gezicht van zijn nieuwe product te worden. Hij zegt haar het allemaal uit te leggen tijdens een intiem dineetje. Mag zij naar dat intieme dineetje of niet? André, nee. Katja, nee. Jullie vertrouwen elkaar niet echt. Nee, het woord intiem zit er mij te hoog in. Een dineetje vind ik prima, maar intiem zit er niet in. Ja, dineetje is al snel intiem, hè? Ik zie hier een tegenstel. Fred, jij zegt ze mag niet naar dat dineetje. Nou, Esther denkt, ik mag wel naar dat dineetje. Ik mag wel naar dat dineetje, maar intiem dat... intiem dineetje niet, maar een dineetje op zich, daar heb ik geen probleem mee. Om dat gezicht van dat product te worden? Ja, dat vind ik niet erg, maar Het zat hem echt in dat intiem? Oh nee, want intiem daar hou ik niet zo van. Arjan en Maureen hebben hier het hoogst gescoord, allebei ja dat mag. Jij mag van Arjan naar een intiem dineetje met een man die jou iets aanbiedt. Ja hoor, hij weet toch dat ik het niet doe. Wat, jij bent netjes? Nee, maar sowieso het gezicht van een product. Je gaat heel veel geld verdienen. Ja, jammer dan. En daarnet zei je nog dat je naar een oude miljonair op zoek was. Ja, maar ik wil niet zelf werken. Ja, ik wil niet wat tegenstrijden. Nee, maar ik zie het gewoon helemaal niet zitten. En, ja, ik weet wel, ik mag dat. Ja. Jij mag dat. Nou ja, jullie mogen dat van elkaar. Goed, zij krijgt een hele goede baan aangeboden met grote toekomstmogelijkheden. Zij kan alleen deze baan accepteren als jij part-time gaat werken en voor jullie kind zorgt.
Mag zij die baan accepteren of niet? Maureen zegt, nee. Zij mag die niet accepteren. Arjan zegt, helemaal geen problemen mee. Jullie kennen elkaar echt goed, jongens. Ja, dus je blijft zat te rommelen en te handelen en te frummelen. Als ik thuis ben, gewoon die kinderen doen een beetje rondjes lopen met die honden. Thee drinken bij de buurvrouw. Kind af en toe verzorgen. Ja, toe maar, zij goed geld verdient. Zou je er geen problemen mee hebben? Nee, echt niet. Nee hoor. Oh. Geloof jij dat? Nee, want hij heeft net zijn eigen zaak begonnen. Ja, maar dat kan toch thuis? Dat kan ik gewoon doen. Als ik part-time, de kinderen hè? Ging part-time, over. Ja, part-time geeft niks. Als jij s'avonds thuis bent, duik ik de auto in. En dan ga ik de dingen wel doen die ik s'avonds moet doen. En voor de rest overdag. Nee, ja, dat is niet part-time. Dan ben je ineens 24 uur bezig. Nou ja, goed dan. Oké, okay, maar overdag dan weet je. Want ik heb genoeg aan de telefoon en mijn adressen bestand. Ja, jij slaat kinderen gewoon op in de kamer heel de dag. Dus ook geen rommel. Zou jij hem vertrouwen met dat kind de hele dag? Met de oudste wel, met de jongste niet. Nee, want 27% van de mannen raakt nooit een poepluier aan, is uit een onderzoek gebleken. Nou, dat ben ik niet. Ga jij poepluiers verschonen straks? Ja, absoluut. Absoluut, alleen nu. Dat is dus dit heeft heel Nederland gehoord, hè? Ja, poepluiers nou ja. Verschonen. Ja, het is, weet je, je vroeg er straks helemaal in het begin hoe dat zat. Op elkaar twee kinderen dus accepteerde. Dat is dus geen probleem voor me. Maar poepluizen van verschonen is weer wat anders. Dat weet ik niet. Dat zit dan toch anders. Dat zal met je eigen kind toch anders zijn. Ja. Doe die hondjes. De poep van je eigen kind stinkt niet. Absoluut wel, absoluut. Maar van mijn hondjes ook. En daar ruim ik het ook van op. En dat is toch iets anders. Dat weet je. Maar dat denk ik zelf ook wel zo van. Nou, ik ben er nu niet over uit. Maar kinderpoep stinkt erger dan hondenpoep, weet ik uit ervaring. Het zal allemaal best. Ik vind hondenpoep heb ik ook altijd heel erg gevonden. Maar van mijn eigen honden vallen toch allemaal mee. En ja. Ja, dit vind ik een hele goeie. Zij is bijna te laat voor een chique afspraak. Ze belt je thuis op en vraagt je snel haar avondjurk even te strijken. Doe je dit of doe je dit niet? Alle mannen zeggen dat ze naar de strijkplank lopen. Ja, waarom niet? Uit een onderzoek is gebleken dat de mannen nooit de strijkplank buiten aanraken. Ja, hoe je avond direct erna eruit ziet. Ja, precies. Dat is wel iets heel anders. Ik hoor gemor, strijkt hij wel eens iemand? Hij strijkt. Oh, nou, kijk eens aan. Ik moest vroeger toen ik thuis was, toen ik uitging, mijn eigen blouse strijken. Ja, dus, jarenlang maar. Deze vond ik ook heel frappant. Hij krijgt een fantastische baan aangeboden in China, waarmee hij veel geld kan verdienen. Maar jij moet hiervoor, en hij moet daar een contract voor 10 jaar voor tekenen. Volg je hem of volg je hem niet? Jullie volgen allemaal je man. Zoals het in de oude huwelijksgelofte stond. Gij zult uw man volgen. Applausje voor jullie. Oh, dankjewel. Hoor. Applaus voor de meiden. Ja. Hé, maar je bent je vrienden kwijt, je bent je carrière kwijt, alles kwijt. Je gaat gewoon naar China. No problem. Ik wel. Hebben we het ook wel eens over gehad? Ja? Ja hoor. Wanneer hebben jullie het over gehad? Nou, nou, ik heb al eens een keer gesolliciteerd. In Noorwegen. In China? Nee, in Noorwegen. In Noorwegen een keer. Wel, dat ging dan niet door. Faxen sturen en zo. Ja, wat zeg ik in China brood. En als het nou Irak was, dat je vrouw gesluierd moest gaan lopen? Nou, als zij dat wil, dan. Ja, als ze dat wil. Stel nou, het was Irak. Dat niet, maar. Dan zou ik er toch al even over na moeten denken hoor. Of, ja, gesluierd lopen. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat je in van die landen wel van die Europese leefgemeenschap hebt. Dat dan niet hoeft of zo. Maar, En Maureen, ga je mee naar Irak? Nee, daar gaat hij zelf nooit naartoe, dus. Ja, misschien vindt hij het wel leuk, zo'n harem. Bom, dan harem vind ik leuk, zeker. Nee. Maar Irak, nee. Zou die nooit doen. Oh, dit is een leuke. Zij heeft een bloedhekel aan jouw chef. In verband met jouw aanstaande promotie moet ze mee naar een diner en die chef de hemel in prijzen. Doet ze dat of doet ze dat niet? Arjan, jij denkt dat jouw Maureentje dat doet? Ja hoor, echt wel. Ja. Ze zeker weten. En André, jij denkt dat jouw Katja dat doet? Natuurlijk. Ja, maar ik heb geen chef dus. Maar ze zou het wel doen. Jullie zouden het doen? Ja. Ze doen ik zou het toch niet. Even bij haar ook doen. Ze doen het niet. Nou, dat scheelt alweer. Wat hebben ze nou voor jullie over? Ik ben geschokt. Ik kreeg een hartverknettering. Ja. Maureen, wat is dit? Je kan zelf nog geen eens voor een baas werken. Nee, ja, dus dan moet ik jouw baas helemaal in prijzen. Het gaat erom dat we promotie krijgen. Als, hè? Dit was fictief, was dit. Gewoon. Ik ga gewoon niet mee, dan zeg je maar dat ik ziek ben. Ja, juist. Dan ben ik ziek hoor. Esther doet het wel. Jij gaat gewoon slijmen met die man, hè? Ja hoor. Gewoon helemaal verfrit door het vuur. Jawel. Dat is toch maar één avondje, één etentje en dan denk ik van nou. Dan ben je er weer vanaf. Ja hoor. Als dat voor hem promotie oplevert, doet dat wel hoor.
Kijk, nou, dat had ik ook in gedachten eigenlijk. Dat jouw vrouw zoiets zo leuk zou zeggen. Werken eigenlijk. Je kunt toch zeggen dat ik ziek ben. Ja, we kunnen nog iets met partner houden na de afspraak. Huh? Een prijskaartje aan, hè? Wij moeten eruit. Zometeen gaan we verder. Zij vindt in zijn colbert een bierveeltje met een telefoonnummer erop. Belt ze dat nummer om te controleren of het een vrouw is die opneemt of respecteert ze zijn privacy. U hoort het na de reclame. Terug. Drie pasgetrouwde stellen worden geconfronteerd met de valkuilen van het huwelijk. En iemand die alles over die valkuilen weet, dat is professor Hoefnagels. U bent een scheidingsbemiddelaar, geloof ik, hè? Ja, dat is juist. Ja. Ik zie dus inderdaad de keren dat het niet goed gaat. Nee. Die 30%. Die 30%. Ja. Een uitspraak van u is: verliefdheid is de slechtste reden om te trouwen. Nou, dat is wat provocerend, maar het is geen goede reden. Wat mij opviel in alle verhalen was, als die mensen zo lekker verliefd zijn, waarom ga je er niet door met lekker verliefd zijn? En mij dan op een goed moment zeggen ze allemaal, nee, het moet ook samenwonen worden en huisje, boompje, beestje. Terwijl dat iets heel anders is. Een huiszaal is een organisatie, die heeft op zichzelf niks te maken met die verliefdheid. En daarna gaan ze ook dan nog eens een keer naar het stadhuis toe om te huwen. Ja, maar als je verliefd bent... Dat begrijp ik helemaal niet. Wacht even. Nou. Esther wil reageren, meneer Hoefnagel. Ja. Als je nou verliefd bent, dan wil je toch constant bij elkaar zijn. En dat was bij ons ook zo. En dat was dan een kleine opkomst. Nou, dan ga je toch samenwonen. Dan ga ik niet thuis blijven wonen. Ja, dat is het vierde besluit wat u genomen hebt. Namelijk, dat is het vierde besluit wat jullie genomen hebben. Ja. Dat er ook dus een kleine komt. Dat heeft op zichzelf ook nog niet zoveel met verliefdheid te maken. Ja, want daar zit eigenlijk... Het hele werkwoord van trouwen is trouwen in. Hè? Ja. En trouwen, daar hoef je geen stadhuis bij te hebben. Huwen doe je op het stadhuis, trouwen doe je met elkaar. Ja, dat klopt. En ik begrijp het, nee, maar ik serieus dat ik denk, dan heb je nog een besluit genomen, dus een vierde besluit. Dat is het belangrijkste besluit overigens, om samen een kind te nemen. Ja. Dat is een... Wat mij opvalt is, je zei het over zelf, Esther, op een goede moment, ja... Daar denk je verder niet over na. Je bent lekker verliefd, je gaat voor elkaar en dan ga je ineens de organisatie van een huishouden in. Je kunt elkaar natuurlijk ook heel vaak zien. Het is wel heel dapper, vind ik, wat ze doen. Ik bedoel, ik vind het heel dapper. Ja, het is red. Dan bouwt er samen naartoe. Je wordt verliefd, hè? Maar je blijft dan heel lief alleen maar verliefd en bij je vader en moeder. Want je had er samen een weg op. En... Je gaat samen een weg op. Ja. Als je die weg maar 6 weken opgaat, dan waren bij ons was het 1,5 jaar. Hè? Ja. Maar je gaat toch van daarvoor nog niet uit dat het meteen een stuk loopt? Nee, tuurlijk. Ik kan er wel iets over zeggen. Je weet dat die echt groot onderzoeken hebben uitgemaakt dat je een kennismakingstijd van 2 jaar of langer, dat helpt voor een duurzaam huwelijk. Nou, hebben ze bijna gehad, hè? 1,5 jaar. Ja, dat hebben ze ook bijna gehad. En vergelijkbare milieus waar je uitkomt, dat helpt ook heel goed. En een geestelijk gezond milieu waar je uitkomt en zelf geestelijk gezond zijn. Nou, dat zal wel goed zitten als ik jullie zo hoor. En dan helpt het ook heel goed om voor een duurzaam huwelijk om... Uit een harmonisch milieu te komen. Dus Katja, jij moest een beetje lachen bij die geestelijke harmonie. Ja, niet alleen bij die geestelijke harmonie. Ook wat hij zegt van wat hetzelfde milieu is. Ik bedoel, wij komen uit heel verschillende wereld, als je het zo bekijkt. Ja, en elke dag ruzie dus. Ja, dat gaat dan. Ik heb toch van daarvoor ook wel relaties gehad. Dat zegt dan niet dat ik met die... vorige relaties die de hele dag ruzie mee had gehad, die kwamen ook uit een heel andere wereld. Ik vind elke dag ruzie helemaal geen rariteit. Dat is juist dat je allebei je eigen identiteit behoudt. En gewoon, ik denk dit, maar ja goed, dan denk je dat. En dat botst en dat kan. Ik vind er niks mis mee. Nee, jij vindt niks mis met dat even. Kibbelen? Nee hoor. Want is ruzie soms misschien handig? Ik zit hier ook niet te vertellen wat er mis is bij jullie. Ik wens jullie allereerst ontzettend veel geluk. Dank. En degene die een risicofactor meer hebben nog een beetje meer geluk nodig. Die krijgen nog extra mensen. Krijgen heel veel geluk. Daar zit het punt niet in. Het punt is dat je zoveel besluiten in één neemt.
In één keer pats, je vindt elkaar hartstikke leuk en dat is een mooie zaak. Als tenminste dat niet een angstige verliefdheid is, waarbij je voortdurend bang bent dat de ander wegloopt of meneer Hoefnagel, mag ik even onderbreken, want staat er een meisje te popelen. Ja, ik wil even reageren op wat u zei. Ik bedoel, mijn man en ik waren 8 maanden samen en zijn we getrouwd. Maar als je zeker van elkaar bent, verliefdheid komt er ook aan te pas, maar als je zeker van elkaar bent en echt met elkaar verder wil, dan is er toch niks mis mee? Nee, alleen dat stadhuis, dat is natuurlijk, dat wil ik wel er even bij zeggen, dat is een heel ander besluit. Want het stadhuis, dat is een financieel besluit. Hè? Dat is een, is dat zo? Het huren op het stadhuis is een puur financiële zaak. Fred, ja. Fred. Vind ik niet. Fred. Maar, nee, maar het is zo. Ik bedoel, u kunt het even vinden. Maar ja, maar ik denk er anders over. Ik bedoel, wij waren echt zeker van elkaar. Nee, maar en, u kunt wel met elkaar trouwen, alleen u moet niet met elkaar huwen. Tenzij je zegt, het is financieel, willen wij dat allemaal zo regelen. Maar waar is het romantische sissiehuwelijk dan gebleven? Nee, dan kan je toch lekker romantisch van alles doen in de kerk of bij een boom. Of bij een boom? In een leuk huis. Of, zoek een boom op. Ja. Fred, jij zei iets. Ja, maar hoeveel mensen zijn er niet die 40 jaar zijn of 38, die ook nog scheiden? Hè? Ja, daarom. Het maakt net dat je jong trouwt, dat maakt er helemaal niks uit, vind ik. Met hoe oud je bent. Mijn vader en moeder waren 26 jaar getrouwd en ze zijn nog gescheiden. Ja, dat is, ja. Ja. Het heeft er ook niks mee te maken hoe lang je bij elkaar bent. Ik bedoel, of je nou een jaar bij elkaar bent en je trouwt dan, of je bent nou 2 maanden bij elkaar en je trouwt. Als je nou echt zeker van elkaar bent. De zekerheid wordt groter als je een tijdje met elkaar samengeleefd hebt en dat soort dingen, begrijp je? Dan wordt de zekerheid groter, dan krijg je meer ervaring met elkaar. Ja. Nou, niet ook. Ja, waar halen jullie die zekerheid in elkaar vandaan? Want Katja, jij hebt dat... Ja, is puur gevoel. Ja. Wat? Dat voel je gewoon. Gevoel. Ja, voel je aan. Maar je kent elkaar toch niet na... Ja, het is allemaal wel leuk, meneer Hoefnagel, met allemaal onderzoeken en weet ik, dat is allemaal leuk, maar gewoon dit soort dingen zijn gevoelskwesties, gewoon emoties en gevoelens en er is niet vast te leggen in statieten en statistieken en dergelijke. Nee, je moet ook zorgen dat je buiten de statistiek valt. Nou, ik weet wel zeker dat we dat doen. Dan heb je altijd Alleen ze tellen je er achteraf wel bij. Ja. En ik hoop dat het met jullie hartstikke goed gaat. En waarom niet? Dat klinkt ook gemeen. Maar u zegt ook van de meeste huwelijken komen twee verschillende milieus, dat past niet bij elkaar. En waarom niet? Omdat de ouders vaak het niet accepteren. Nee, dat speelt erbij een rol. Dat speelt erbij, dat is meestal het belangrijkste. Ja, want de ouders zeggen van mijn zoontje is de directeur, bankier, weet ik veel wat hij allemaal is. En die mag niet met iemand van een arbeidersklasse omgaan. Nou, dat is gewoon krankjoren. Die worden gewoon uit elkaar gedreven. Ja. Van, jij bent een arbeider, jij moet aan die kant van de bar staan. In Engelse pubs gaat dat dan nog even zo. Ja. Kijk, en dat gebeurt ook heel vaak. De omgangsvormen in een relatie, dat is, lijkt me ook echt heel belangrijk. Hè? Hoe die je met elkaar anders, hè? Die omgaat. Gelijk, ik zit dat ook te verklaren met u. Ik ben het natuurlijk met u eens dat het qua gelijkwaardigheid natuurlijk niks met elkaar te maken heeft. En dat die ouders wat dat betreft eigenlijk ongelijk hebben, hè? Ja. Om dat zo te doen. Maar ik ben het niet met u eens als u zegt, kijk, je hebt soms andere milieus. Als je een middenstandsmilieu bijvoorbeeld, alle twee uit een middenstandsmilieu komt, of de een uit een middenstandsmilieu en de ander uit iets heel anders, ja. En je gaat dan elkaar, heb je een andere opvoeding gehad, een andere leefpatronen. En je leeft op een goed moment op 16 vierkante meter met elkaar in zo'n flat of in een huis. En dan, daar zie je die leefpatronen allemaal terugkomen van de ouders. Daar val je op terug. Ik moet u weer even onderbreken. Ja, ik wil even reageren op de professor. Wat mij opvalt is dat die meneer, die bouwen alles op statistieken. Ja. Ik vind dat ze toch lekker de gang gaan. Is er nu beslissing of ze willen trouwen of niet? Ik ben zelf ook getrouwd. En ik heb er 9 maanden over moeten doen. Mijn vrouw is dan zoveel jaar jonger als ik. Ja. Dat is mijn beslissing. Ja. En dan kan de professor zeggen van... Het is niet in een statistiek te vangen. Het is niet in een statistiek te vangen, inderdaad. Jouw reactie, want ik moet weer verder met een... Met die valkuil relatietest, want ik heb nog een hele leuke vraag. Ja, ik ga zelf 9 jaar met iemand om en ik ga volgend jaar trouwen. Na negen jaar. Ik ben alleen, ik hoop dat het voor hun allemaal goed gaat, maar ik hoop gewoon dat ze niet over 3 jaar dingen tegenkomen van hun partners, waarvan ze zeggen van waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen. Dat wat ben jij in 40 die... jaar ook. Hè? Dat ken na 40 jaar ook, dat je bent het meest betrapt in wijvenkleren en zo. Dus dat is onzin. Heel extreem. Arjan, heb je het weer gedaan, jongen. Hey, maar wat heb jij in die 9 jaar allemaal omzeild qua dingen, dat je blij bent dat je die nu weet, nu je met hem gaat trouwen? Nou, gewoon echt alles een nukken en in het begin is dat gewoon... In het begin, ik heb gewoon ervaren uit mijn relatie dat de eerste paar jaar van mijn relatie geen relatie te noemen zijn. Omdat
Dan ja, heeft hoe jong was je heel dat je leven en bent? Je bent gewoon niet één. Ik kan nu gewoon zeggen dat na 9 jaar dat wij gewoon soulmates zijn, dat we één zijn. En ik denk dat dat niet binnen een jaar of binnen een paar maanden met iemand kan. Mag het wel zo lukken, wens ik iedereen heel veel geluk toe. Ik heb zelf een relatie van 11 jaar achter de rug. 11 jaar? Ja, ik heb zelf hiervoor een relatie van 11 jaar gehad. We gaan weer even door met onze relatietest hoor jongens, want trouwens wordt het allemaal... Wat? Oh, pardon. Ja, laatste reactie. Ik ben zelf 23 jaar getrouwd. Zo. En ik zie het heel anders. Ik zie een huwelijk als een soort voetbalwedstrijd. Elke dag heb je een andere wedstrijd. Ook op een voetbalwedstrijd wordt nagetrapt. Ook in een huwelijk is er wel een ruzie. En als je 23 jaar getrouwd bent, dan ben je, je trekt steeds meer dichter naar elkaar toe. En hoe beter je mensen kent, dus ook beter je kan gaan begrijpen. Ja. Dat vind ik een heel positief iets. Ja. En dat hoor ik bij professor Hoefnagels, hoor ik dat dus niet. Dat naar elkaar toe groeien. Ja. Als het niet helemaal spoort, dan gebeurt dat ook niet. Maar die meneer past dus heel goed bij zijn vrouw, dat is duidelijk. Want ze groeien alleen maar meer naar elkaar toe. En ja. Als dat niet zo is, ja, dan ga je uit elkaar en dan pas je dus ook niet bij elkaar. Maar jullie gaan nooit meer uit elkaar. Je gaat Maureen op je arm laten precies, tatoeëren. Precies, ik ga ook verder helemaal op niemand in. En iedereen moet lekker weten wat hij wil, maar ik ga voor de meisje Yvonne, dan. Heb jij nog... Yvonne Kronenberg zit hier ook. Alles wen behalve een vent en hij houdt van haar... Nee, zij houdt van hem en hij ook. Erg leuke titel. Geloof jij in het huwelijk, Yvonne? Ja, geloof jij in het huwelijk. Het is vast hartstikke leuk om te trouwen. Gelukkig kan het ook weer kapot. Ja, het is niet zo definitief. Hebben jullie daar wel eens bij stilgestaan? Van, ach ja, wat, het is toch ook, het kan weer stuk gaan. Het is ook geen man op. Ja, maar als je daar overal vanuit gaat. Ja, dan hoef je niet te gaan trouwen, nee. Nee, dan hoeft nooit iemand te gaan trouwen. Waarom niet? Je gaat toch ook met op reis en dan kom je ook weer terug? Ja. Dat vind ik wat anders. Ja, ik ga naar het gemeentehuis en ik ga trouwen en over twee weken sta ik weer terug. Je vergelijkt het huwelijk met een reis. Bij mij valt toch nog niks te halen, dus dat mag ik er niet zoveel zorgen dat maar we... Maar ik begrijp wel heel goed hoe we aan onze statistieken komen, met al dat idealisme. Ik vind het wel heel leuk dat je kunt zeggen dat de jeugd allerminst blasé is. Ja, ze hebben lef. Blasé? Ja, dat jullie allemaal zo helemaal ervan uitgaan dat dat voor het leven is, dat vind ik zo knap. Ik vind het toch een beetje met diploma B kanaalzwemmen. Nou, ja, maar dat komt, je ziet een hoop scheidingen gewoon nu. Je ziet een heel hoop scheidingen en dan denk je, ja jezus, iedereen die gaat scheiden tegenwoordig. En ik heb gewoon heel veel respect, net als voor mijn opa en oma, die zijn al zoveel jaar bij elkaar en die gaan zo goed. Dat je nu nog meer erover nadenkt, de jeugd. Omdat je al zoveel scheidingen om je heen ziet. Dus je denkt echt wel 3 of 4 keer. Maar heb jij in die 6 maanden 3 of 4 keer na kunnen denken? Want jullie hoor. 6 maanden lang. 6 maanden lang. Vanaf het begin zit je al te denken over dat huwelijk. Nou, half om half, maar wel dat je bij elkaar wil blijven. Wacht even, een reactie. Mensen die weten niet. Zeg het nog een keer hoor, het staat er niet op. Nog een keer. Als je gaat trouwen, leg je een gelofte af. Dus je blijft bij iemand tot de dood je scheidt. Ja. Als je dat gewoon vanaf begin af aan al niet ziet zitten, moet je er gewoon absoluut niet aan beginnen, want het is geen spelletje. Ja, maar absoluut het is zelden de dood die gelieven scheidt. Het is meestal een ambtenaar van de burgerlijke stand. Ja. Ja, ik ben eigenlijk van mening dat als je van tevoren uitgaat dat een huwelijk moet mislukken en dat het allemaal ook wel weer kapot kan gaan, ja, waar ben je dan anno 1997 nog mee bezig? Ja. Ik bedoel, hè, vroeger trouwden mensen ook en oké, deze dagen zijn er meer echtscheidingen, maar ik bedoel, als men nou gelukkig is, als men wil trouwen, laat die mensen in de eigen waarde. Ik bedoel, waar zijn we nou mee bezig als je hier zo een paar jonge mensen wijs gaat maken dat het huwelijk kan mislukken? Ik bedoel, laat ze ervan uitgaan dat het lukt. Fred, jij zit altijd heel netjes met je vinger omhoog. Ja, natuurlijk. Alsof je in de klas zit, ja. Tegenwoordig zijn er wel veel echtscheidingen, maar vroeger... Waar niet voor aanscheiden? Hoe kwam dat? Door de kerk, hè? Want ze waren heel gelovig, hè? Door de kerk, nou, we mogen niet scheiden van de kerk, hoor. Hè? Dat was bij mijn vader precies hetzelfde. Mijn moeder is heel gelovig, hè? Maar nou is het toch kapot gegaan. Zijn ze, ze zijn gescheiden, ja, toch? Ja, vorig jaar. Vorig jaar zijn ze toch gescheiden. Ja, 6e jaar getrouwd. Ja. Hè? En dat ging al, misschien al 10 jaar niet goed of zo of 12, maar ze durven niet weg te gaan. Dus puur voor de geloof. Maar vroeger werd er ook heel anders tegen. Wacht even hoor, er is een reactie van helemaal achterin. Het is heel simpel, we leven in een moderne maatschappij, hè? Ja. En er is geen garantie in het leven. Dus je moet gewoon doen wat je wil. Simpel. Er is geen garantie. Er is geen garantie. Dus je trouwt met iemand of je trouwt met iemand niet. Je kan ook met iemand leven, zonder te trouwen je hele leven.
Er zijn diverse vormen van relaties. Ja. Trouwen, laat, seksueel. Maar we hebben het nu even over het huwelijk, hè? Ja, als je gaat trouwen met iemand dan op een jongere leeftijd, dan heb je dat zekere gevoel. Ja, misschien over 10 jaar gaat het gewoon stuk. Ja. Maar dat garantie heb je niet. Nee. Maar nu hebben ze nou een goed gevoel over elkaar. Laat ze genieten daarvan. Dat is al. Maar ik geloof wel dat tegenwoordig men veel vlugger gaat scheiden als vroeger. Ja. En hoe komt dus dat? Die bewuste man die 40 jaar getrouwd is met die mevrouw met het rode jasje. Ja, ik vind dat toch wat hoor. 40 jaar, jongens, dan mogen we toch een applaus. Nou, dat hoeft helemaal niet. Dat is geen prestatie. Ja, tegenwoordig. Nee, ik vind dat geen prestatie. Nee, nou, verleg eens waarom niet. Het is namelijk zo, van fouten maken leer je. Ja. En als je eerlijk tegen elkaar bent. En dat je een fout maakt, dat geeft niks. Maar beken het eerlijk tegen de ander. En als je dat gedaan hebt, dan kan je rustig s'avonds je hoofd op het kussen leggen en gaan slapen. Want wij hebben ook wel eens een keer heimwee gehad. Echt waar? Vertel eens, dat wil ik wel eens horen. Wat is nou zeg maar het grootste, 40 jaar samen, u moet wat valkuiltjes zijn tegengekomen. Nou, zeker. Vertel eens één. Opvoeding van kinderen. Ja, waar was de oneenigheid? Een schoolreisje. Mijn dochter had geen zin. En ma zei, blijf lekker thuis. En ik moest werken en ik kwam s'avonds thuis en ze was niet op schoolreisje geweest. Nee. Maar dat wordt dan openlijk uitgesproken. En zulke kleine dingetjes, hele grote dingen, ja, wat zijn hele grote dingen? Ja. Maar ik vind dus gewoon, als je een fout maakt, beken het eerlijk tegen je partner. Of dat nou samenwonend of dat getrouwd is, dat maakt niks uit. Ja. Maar beken het eerlijk en ga s'avonds noodslapen voordat het meningsverschil of de ruzie uitgesproken is. Nee. Want dan kom je verder. Doen jullie dat ook altijd, Katja, André, als jullie ruzie hebben? Is dat uitgesproken voordat je gaat slapen? Jullie hebben een keer de pers gehaald, hè, met een ruzie. Ja. Behoorlijk, ja. Was nog kun je heel het kort vertellen wat er gebeurde? Hij zei tegen mij dat hij een relatie weer zou beginnen met zijn ex. Er ligt er mij 2000 rond op die tafel. Met zijn ex? Met zijn ex, ja. Waarom wou je dat, André? Omdat ik door de familie, ik ben alles kwijt. Of alles kwijt, ik ben mijn familie, grote kennissenkring ben ik kwijt. En het was voor mij de makkelijkste manier om mijn familie en kennissenkring terug te krijgen. Dus je dacht, Katja, weg terug naar ex-familie terug? Precies, maar dat en werkt Katja niet. En Katja dacht, no way. Ja. Nee, dat werkt niet. Vertel eens, Katja, wat deed je? Nou, ik nam die 2000 rond. Ik ging er vandoor. Een vriend van mij had mij weggebracht. In Enschede een beetje wezen stappen. Ja. Vreselijk. Midden in de nacht weer terug. Met een baksteen eruit ingooien, er doorheen, naar binnen. Een pistool in de handen. Een echt pistool? Jawel. Waar je iemand mee dood kan schieten? Jawel. Ja, oh. Ja? Dus, hij zat alleen maar in het bed. In de krant stond alarmpistool. Ja, ja. Ja, die had ik. Nee, dat was een foutje. Ja, die had ik. Oh, het was nog veel erger. Die had ik in de kast liggen. Voor de sier. Kunnen we even meekomen? En toen, André, dacht je dat je dood ging? Nou ja, aan de ene kant had ik wel verwacht dat er iets zou gebeuren, maar dat verwacht je natuurlijk niet. Nee. Dus ik bleef ook gewoon heel rustig in bed liggen en toen stond ze in één keer voor me. En dan schrik je natuurlijk wel even. Ja. En dan, was dat voor of na jullie huwelijk? Dat was na ons huwelijk. Daarna? Ja. Dus tot de dood ontscheidt werd heel letterlijk opgehaald. Nou, ik moet er eigenlijk wel een beetje om lachen, want daar stond ik en ze stond zo voor me. Omdat ze kon niet goed mikken? Nou, echt niet meer, nee. Oh, wat erg. Dat was wel komisch. Hey, maar hoe is dat ooit weer goed gekomen, jongens? Ja, toen ik vast zat, zat hij voor het politiebureau. En toen... Je bent opgepakt door de politie toen, hè? Ja. Ik moest 3 dagen blijven. En toen ik weer mocht gaan, kreeg ik de brieven toegestuurd. Ik was ook nog jarig toen ik vast zat. En 's morgens kwam je, ja, je echtgenoot feliciteert met je verjaardag. Ik dacht, maar wat moet die nou? Ik had ook nog een beetje pest. Jij kwam haar nog feliciteren ook? Nee, ik heb opgebeld. Ja, wat moet je dan? Ja, ik werd s'nachts, zij werd dan opgepakt. En ik werd s'nachts bij mijn moeder gedropt. Ja. Van, nou ga daar maar heen. Nou, dan kom je eerst op verhaal. En dan zakt het allemaal een beetje. En toen begon ik gewoon van, nou ik wil toch weten wat er met mevrouw eigenlijk aan de hand is. Ja. Is ze gewond? Waar zit ze? Hoe gaat het met haar? Heeft ze haar sigaretje wel? En bla 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 allemaal. Die gaan nooit scheiden. Nee, hoeft nergens. Die hebben nu alles doorstaan. Of, ja, of er gaat er een eerder dood. Dat is dat zou kunnen. Hey, maar je kon ook niet met je auto meer naar je werk daarna, hè? Nee, ik kon niet. Nee, een beetje moeilijk. Ja, die heeft ze tegen de boom aangezet. Was dat een foutje of expres verkeerd geparkeerd? Dat was een foutje. Dat was expres foutje. Ja, nee. Hey, maar jongens, en toch geloven jullie dat je bij elkaar blijft? Ondanks... Nou, want geweld, want jullie slaan ook wel eens hier en daar.
Ja, daar zijn we een beetje nou een beetje langzaam aan het overheen, maar het gebeurde wel. Dat is over, ja. Toen vaak, ja. Ja. Ik wilde even hierop reageren. Jullie gaan ervan uit dat je voor altijd bij elkaar zal blijven. Maar dat al die mensen die gescheiden zijn, die gingen daar ook vanuit. En ik wil nog even reageren op wat mensen zeggen van vroeger scheiden de mensen niet als tegenwoordig. Vroeger waren de tijden anders. Vrouwen waren genoodzaakt om financieel bij een man te blijven, ook al wilden ze het niet. Dus hoeveel oudere mensen zitten niet in een gefrustreerde huwelijksrelatie? We moeten niet kijken naar vroeger. Vroeger hadden mensen vierkante wielen en nu ronde wielen, zo moet je het zien. Ja, wel, maar als je getrouwd bent, vind ik wel dat je er wat voor moet doen. Je moet niet bij elk wisselen. Je moet wel je vrouw gaan feliciteren als ze vast in het politiebureau nadat ze jou een pistool tegen je hoofd hebben. Iedereen zou nou zeggen van nou, ik ga nooit meer terug naar mijn vrouw. Maar als je dan bij jezelf eens nadenkt, waarom doet ze dat? Je zal er zeker wel wat van moeten doen, maar ik denk, als je een relatie aangaat met elkaar, neem je beide jezelf mee. Yvonne wil wat zeggen. Ik maak me trouwens veel minder zorgen om die Katja en André die elkaar de hersens inslaan, dan om Fred en Esther. Want die zijn allebei hun volledige vriendenkring kwijt. Ja. Hebben me. Oh, wacht even. Dat was niet helemaal getrouwd zijn of zo. Want ik was 17 jaar, ging ik het huis. Ging ik uit. Heel veel problemen met mijn ouders. Toen waren mijn vrienden allemaal kwijt. Ik heb heel veel gewerkt. En toen kwam ik Esther tegen. En dat kwam helemaal niet door Esther. Helemaal. Nee, maar jij bent wel je vriendinnen kwijt. Ja, maar je vervreemdt het voor elkaar. Want mijn vriendinnen die gaan studeren, die hebben gewoon een heel ander leven dan jezelf. En ik heb nou ook wel vriendinnen. Vrienden heb je niet nodig hoor daarvoor hoor. Want vrienden kunnen soms nog veel meer in je huwelijk kapot maken. Precies. Als je andere mensen kijkt, dan dat je wel vrienden of geen vrienden zou hebben. Je kan beter samen z'n tweeën door het leven in knokken als vrienden. Maar dat ze weg zijn dan. Wees maar blij dat ze weg zijn. Ja, vrienden. Zagen vrienden. Ja, ik spreek mijn vrienden maanden in, een half jaar in, dan bel ik ze op. Kijk, als je vriendin van jouw kinderen het dan krijgt, ik denk, dan komt het allemaal weer een beetje terug. Dat zal nog wel een tijdje duren, denk ik. Maar ik heb wil niet zeggen dat wij geen vrienden hebben. Natuurlijk hebben wij wel vrienden. Ik heb kennissen, maar echte vrienden, die heb ik ook niet nodig. Nou, ik heb er geen tijd voor. Dus. Nee, maar is dat niet een beetje eenzaam zo? Alleen jullie tweeën verder niemand? Nee, helemaal niet. Ja, je wereld wordt wel heel erg klein dan, denk ik. Nee, helemaal niet. Je hebt elkaar, je hebt een dochtertje. En je hebt je werk, je sport. Toch niks een probleem. Je hebt heel veel hobby's waar je... En zij dan? Jij hebt bijvoorbeeld het kind en je werkt... Jij werkt niet? Nee, ik werk niet. Nou, doe je daar buiten dan ook nog wat? Ja, heel veel. Ik ben bijna heel de week weg. Dus... We gaan even door met die relatietest hoor, want er zijn toch een paar dingen waar ik nog antwoord op wil hebben. Jullie hebben geldproblemen. Je vrouw ontmoet een man die haar 1 miljoen gulden biedt voor een nacht. Mag ze met hem naar bed of niet? Nee. Oh. Geldproblemen, hè? 1 miljoen gulden. Nee. Jij kan lachen, André. Ja, voor 1 miljoen, kom. Vind ik een beetje weinig. Maar je weet wat je vrouw vroeger gedaan heeft, hè? Ja, maar dat heeft er dan niks mee te maken. Dat is nog weer belachelijk, hè? Dat is weer een steek onder water, wat je hier weet wat er... Dat is, kijk. Oh, sorry. Ja, nee, kijk, zo begint iedereen waar ik woon. Hè? Ja, maar ze heeft het toch gedaan? Ja, dat is toch geen reden? Nee, maar het is om jullie te redden, zeg maar. Nou, hey, nee. Maureen, mag jij? Arjan, zag je dat? Wat deze? Zat ze knikte. Ze knikte. Ze zit weg met de gozer voor een Volgens mij had ik een hele dikke nee aangekruist. Maar en Maureen een hele dikke ja. Ik bedoel, het staat toch als er problemen zijn. Maar weet je wat ik zo raar vind? Waarom is er dan niet een vrouw die een keer een miljoen voor je vent biedt, weet je? Waarom moet de vrouw altijd voor geld met de benen wijd? Je kent er ook een aan. Oké, we draaien hem om. Hij moet het met een vrouw doen voor een miljoen. En jullie zitten in de problemen. Mag het dan wel? Zeker, voor mijn kinderen. Doe maar hoor. Dat is echt niet nodig hoor. Nee, het is niet nodig. Maar die gaat wel centjes verdienen hoor. Dat is echt niet nodig. Verdien ze wel anders. Nee, het is niet nodig. Maar stel dat er situatie is als je aan de grond zit. En dan toch wel... Kom maar niet aan de grond. Verdien ze wel anders. Ah, wat schattig. Vind je niet? Echt niet. Oké, maar ik maak me ook niet druk om. Hey, jullie zitten gezellig thuis op de bank. Een ex-vriendin belt op en zegt dat ze hem direct nodig heeft en dat hij naar haar toe moet komen. Mag hij naar haar toe? Ja of nee? Ja? Nee. Ja? Esther? Nee. En waarom niet? Nou, een ex? Hij heeft al 1 ex en dat is gewoon 1 heel groot probleem. Dus daar mag hij niet naartoe. Waarom is dat een probleem? Ja, dat is meer persoonlijke dingen. Ja. Biedt ze een miljoen of zo? Nee. Nou, ze heeft ons gewoon heel veel lastig gevallen en zo. En
Nee, dan zou het ook niet willen, denk ik. Maar ja. Je moet wel mekaars, denk ik, mekaars verleden accepteren. Want, dat doe ik ook wel. Ik zeg altijd, alle exen zijn de bouwstenen van jouw persoon, zo ongeveer. Ja, maar naar die ex, nee, ze absoluut niet mogen. Nee? Nee. Hoe jaloers zijn jullie? Arjan, ben jij jaloers? Ja, volgens mij niet. Volgens mij ben ik niet jaloers op haar, bedoel. Ik vertrouw haar gewoon 100%. Dus ze mag van mij naar iedereen toe en overal zijn, alleen... Ja, dat is ook weer heel persoonlijk eigenlijk. Maar in feite mag alles. Dat we het daar maar op houden. Ik alles mag? Van, nou, ja, met de broek aan. Dat zal het dan ophouden, bedoel. Ik ben maar, de baas ja, thuis, maar... Ja. En jij, André? Hoe jaloers ben jij? Heel erg. Ja? Ja. Zodra ze in de café staat, staan met een andere vent te praten, sta ik er alweer bij. Echt waar? Ja. Ja, kun je wel zeggen, dat ik ook een beetje denk, hoor. Dat ik sta met constant met mijn ooghoeken te kijken, maar dat is heel erg. Kom omdat ik, ja. En hoe komt dat, denk je? Geeft zij jou aanleiding voor die jaloezie? Nou, gewoon... Of vertrouwen die mannen niet die om haar heen staan? Die mannen die om haar heen staan, die denken maar één ding, die kennen haar dus van bla bla bla. En die proberen het gewoon, en daar heb ik gewoon een bloedhekel aan. En als je gedronken hebt, ben je altijd wat anders dan anders. Je doet het net zoals daarom... ze allemaal... Vind jij dat hij daar zo paranoïde over doet? Ja, ik vind het een beetje overdreven. Want? Ja, kijk, je gaat er niet van uit dat iedereen die met jou praat, met jou naar bed wil. Dat is ja onzin. Nou, maar je weet zelf wel, als we toen laatst de kroeg in kwamen, ja, jou wil ik wel naakt zien. Ja, wie zegt dat niet? Wie zei dat? Met Volkswist. Dat zegt ze wel vaker, ja. Ja, met Volkswist. Nee, ik heb daar wel vaker last van. Met Volkswist zei ze toch ook al van, ja, met jou wil ik wel naar bed? Ja, dat zeggen ze, ja, nou, met Volkswist, dat zeggen dus ze wel vaker. Moet... Maar ja, je geeft er even een dump en zegt van, nou ja, maar zo zit ik niet in elkaar, dan houden ze wel op. Maar het wordt toch maar weer gezegd. Nee, maar vertrouw je haar niet? Ja, ik weet niet of dat... Katja, vertrouwt hij jou? Nee. Niet echt, nee. Nog niet? Nou, nog niet. Dat is van het begin aan zo geweest. Ik denk dat het meer met jaloezie te maken had dan met vertrouwen. Hij gaat altijd ervan uit dat ik...